We zijn er natuurlijk met heel veel prijswinnaars, maar er is natuurlijk ook Ruben van der Meer en Arie Komen. En Arie kennen we natuurlijk van de Versus. De verliezers. De prijswinnaars, maar we zijn ook met de verliezers. Ja. Maar ben jij ook een verliezer? Nou, ik ben een keiharde verliezer. Ja. Hoe hard? Ik had 2 kills en dat was het. En ik, voor de rest was het of ik in Groundhog Day zat. Ik stond op, ik liep een stukje en dan ging ik weer liggen. Maar ik kwam dat? Ik liep een stukje. Maar altijd weer een klein stukje verder. Dat is echt, ja. Maar kwam dat door jou? Weet ik niet. Ik heb wel tegen elkaar gespeeld. Ik heb wel tegen Wilco gespeeld en die heb ik gewoon, daar heb ik van gewonnen. Tenminste, ik had meer kills dan hij had, dus dan win je. Maar het, is, het blijft zo. Weet je. Het is een beetje alsof je gaat voetballen tegen Ajax. Dan ga je ook niet echt... mag ik de bal? Okay, ze pakken de bal alweer af. Mag ik de bal weer? Ik heb de bal. Oh, ze is alweer weg. Dus dat is gewoon... Er liepen echt gasten gewoon met schilden te schieten. En ik, waar zit mijn schildknop? Ik vraag, waar zit mijn schildknop? Dat wil ik ook. Want die holden gewoon zo en alles weer af. Maar welk spel ben jij nog goed in? Ja. Mikado kan ik goed. Rummy Cup. Rummy Cup. Rummy Cup ben ik wel goed in, ja. Wat is je specialiteit dan? Met Rummy Cup? Dus binnen Rummy Cup de specialiteit wat aan het en de range of opportunities. Nou ja, meestal de gecombineerde savers. De gecombineerde savers. Heb je dat ook met Call of Duty? Nee, ik ben... Ja, dat is gewoon... Ik heb een paar keer heb ik wel... wel met de dobbelsteen ineens, gewoon ik de dobbelsteen. Maar die zei, waarom heeft hij die dobbelsteen meegenomen? Heeft er niks mee te maken? Nee, ik ben een single player man. En de multiplayer, dat is gewoon... Ja, het is gewoon eigenlijk is belachelijk. Maar ik vergelijk het altijd als je gewoon het slagveld opkomt met een oorstokje. En iemand anders heeft gewoon een kernbom. Dat is gewoon... dat is een beetje het niveau qua verschil. Dat is gewoon... Dat ga je niet redden. Tegen deze jongens. Dus dat is gewoon... Maar hoe is jouw score geweest? Mijn score is echt bijzonder slecht geweest. Ik ben 1 keer middenmoot geëindigd en 1 keer als laatste. Oké, en laatste betekent hoeveel kills had je toen? Laatste keer had ik 4 kills. Wauw, dat is echt slecht. Was dat meer dan jij? 2 meer dan ik. Dat vind ik nog altijd knap. Misschien heb ik jou wel een keer dood gemaakt. Dat kan. Maar ik leef nog. Nou, wil ik nu alsnog sorry zeggen. Ja. Was niet persoonlijk bedoeld. Nee. Want je schiet het dan toch dood. We lachen er maar om. Maar ja. Het is wel gewoon echt, we vinden het leuk. Maar we zeggen wel sorry daarna. Ja. Sorry dat je doodschoot. Het was het moment. En dan is het ook weer goed. Het gebeurt in de hele. Net als in de WK. Komende WK. Als ze verliezen. Respect. En fair play. Tegen racisme. Sowieso tegen racisme. Racisme. Ja. Behalve... Ja.